Hey dames en heren, en welkom weer bij een nieuwe video. En dit keer gaan we het hebben over het verteringsstelsel zelf. De vorige keer hebben we voornamelijk gekeken naar voeding. En nu gaan we voornamelijk kijken naar, oké, het zit in ons lichaam, wat gebeurt er dan? Het verteringsstelsel. De lesstoelen die hierbij zitten zijn, je kent de productie en de functies van verteringssappen. Met verteringenzymen in de speekselklieren, maagzap, alvleesklier en de dunne darm. En jullie weten uiteindelijk de delen te benoemen van het verteringsstelsel en in een afbeelding aanwijzen wat de functies en de werking zijn van de enzymen die in die organen zitten, uiteindelijk. Als we kijken naar het verteringsstelsel, dan zien we dit. We beginnen bij de mondholte. Het eerste onderdeel waar voedsel in komt. In de mondholte begint de vertering meteen. Wij hebben in onze mondholte namelijk speeksel. Die speeksel zorgt ervoor dat zetmeel in kleine stukjes gehakt wordt. Nou, hoe dat eigenlijk gebeurt, daar komen we straks op. Daarna gaat het vanuit de mondholte via de slokdarm naar de maag. In de maag worden bijvoorbeeld bacteriën gedood en eiwitten verteerd. Daarna gaat het naar de 12-vingerige darm en daar komt gal en alvleessap. Bij de complete voedselbrei. Dan komt er de dunne darm in. En in de dunne darm wordt alle voedingsstoffen, die zijn dan zo klein gemaakt dat ze zo door de darmwand heen kunnen, worden ze opgenomen door het bloed. En het bloed dat brengt het gewoon weer naar de plek waar het eigenlijk naartoe moet. Maar de rest van het voedsel, dat blijft in die dunne darm en gaat het eigenlijk naar de dikke darm. Daar wordt het water eigenlijk uitgezogen. Als de dikke darm niet goed werkt, dan ben je eigenlijk de hele dag aan de diarree. Is ook niet heel fijn. Dus dat gaat naar deze kant langs. En via de dikke darm komt het in de endeldarm. Daar wordt poep opgevangen. En dan gaat het als laatste langs en misschien wel een van de belangrijkste kringspieren, de anus, en gaat het weer naar buiten. Maar spijsvertering, zo noemen we dat, spijsverteringsstelsel. Dus het hele verteren van voeding, van die hamburger die we opeten, tot uiteindelijk de poep die overblijft. Okay, jouw verteringsstelsel zorgt ervoor dat alle voedingsstoffen opgenomen kunnen worden door jouw darmen. Dat is belangrijk, anders zouden wij 10 hamburgers moeten eten voor eigenlijk precies hetzelfde. Eén probleem, als je ze opeet en ze zijn nog veel te groot, die voedingsstoffen, dan moeten de enzymen aan te pas komen. En die verteringssappen, die enzymen, zorgen ervoor dat alles klein gemaakt wordt. Die enzymen noemen we ook wel, die zitten eigenlijk in die verteringssappen. Een verteringssap is bijvoorbeeld speeksel. Die enzymen die daarin zitten, dat zijn eiwit. En dat eiwit, die enzym, die zorgt ervoor dat er een bepaalde reactie versneld wordt. Of dat er überhaupt iets in gang gezet wordt. Die enzymen die worden eigenlijk gewoon alleen maar gebruikt door ons lichaam. En een enzym die werkt ook maar op één stof. Ik zei net speeksel werkt alleen maar op zetmeel. Dus niet op eiwitten, niet op vetten, helemaal niets. Alleen op zetmeel. En die, nou dit is eigenlijk de tekst die erbij hoort. Ze binden zich aan een voedingsstof. Nou, de rest kan je lezen. En dit is het plaatje dat erbij hoort. Stel, dit is het enzym. En dit enzym past op deze plek. En deze plek als enige. Misschien dat bijvoorbeeld een andere stof er niet uitziet als vierkantjes met een lijntje ertussen. Maar als sterretjes. Nee, even een hele simpele, heel simpel voorbeeld. Ja, en die zorgt ervoor dat dus al die hele grote voedingsstoffen, dat die in allemaal hele kleine stukjes geknipt worden eigenlijk. En die hele kleine stukjes, die kunnen zo door onze dunne darmwand om in het bloed te komen. Okay. Hier ga ik ook nog even iets over vertellen. En dat is eigenlijk... Dat staat misschien een beetje los van wat ik net vertelde. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met jouw darmen, maar ook met je slokdarm. Als jij op z'n kop staat, dan kan je nog steeds drinken uit een bakje met water of iets dergelijks, door een rietje. En je kan ook nog steeds eten. Dat heeft te maken met de peristaltische beweging. Die peristaltische beweging is eigenlijk een soort van beweging dat zo het eten naar beneden duwt. Dus die spieren die in onze slokdarm zitten, zorgen ervoor dat het eten dus naar onze maag geduwd wordt.
En dat heet darmperistaltiek. Hetzelfde geldt dus ook voor je dunne darmen. Dan wordt het ook de juiste kant op geduwd. Dat het eten niet weer teruggaat, maar de juiste kant op. Oké, een klein stukje over het gebit. Jullie moeten uiteindelijk voor het examen de bouw van de tanden en de kiezen weten kennen kunnen. En je weet hoe je tandbederf tegengaat. En met name de rol daarvan van speeksel, het tandenpoetsen en een fluorbehandeling. De naam van de tanden moet je uiteindelijk ook weten. Dit, aan de linkerkant, zie je een gezond gebit. Je ziet dat het wit is en dat er geen tandplak is en geen teruggetrokken tandvlees. Wat je aan de andere kant ziet, is dat je hier tandplak gaat zien. En dat kan je ook zelf zien. En de tandarts kan het er ook afschrapen. Met zo'n heel scherp haakje doet hij dat en dan schraapt hij het er zo van af. En het tandvlees, nou ja, je ziet hier dat het tandvlees gewoon helemaal naar beneden getrokken is. Is niet de bedoeling. Speeksel beschermt onze tanden tegen bacteriën en erosie. Dus als we de hele tijd met onze tong natuurlijk schrapen eigenlijk over onze tanden, dat onze tanden zeg maar niet kleiner gaan worden. Oké, in de volgende...